Twente en Heerenveen. De nummer 7 tegen de nummer 9. U ziet de opstelling van Twente door uw beeld gaan. Daar is alleen één wijziging. Bos is de vervanger van Ilić. Manschot is de scheidsrechter. Gerrits vart. En hij wordt geassisteerd. Als nodig. Door de heer Brondijk. Heerenveen verraste Feyenoord. En het opmerkelijke was dat ze dat minimaal toch een helft lang konden blijven doen. Met dat ruitje op het middenveld. En Henk Veerman en Mitchell van Bergen. Vorig jaar dus een sensationele wedstrijd. Laten we hopen dat het dat nu weer wordt. En dat iedereen met een glimlach kijkt en gekeken heeft. Smal met het hakje. Danilo. Danilo. Ja, dat is een niet onaardige poging. In de vierde minuut. En als zo'n bal er nou ingaat, dan is zo'n spits als Danilo, en dat geldt eigenlijk denk ik wel voor elke spits die een tijdje droog staat, is dan over het dode punt heen. Dat gebeurt hier dan net niet. Menig. Nassing. Nassing. De linkervoet. Nassing naar de linkervoet. Die het niet goed doet. Niet goed genoeg. Aardige poging om daar met een individuele actie uiteindelijk in schietpositie te komen. Komt hij wel uit. Op het wat mindere been. En daar is het schot dan ook naar. Ongeslagen in de laatste vier competitieduels met FC Twente. Dat is Heerenveen. 3 gewonnen. 1 keer gelijk. En met 3 van de 4 wedstrijden de 0 gehouden. Nu wel een hoekschop moet toestaan. Het is wel opmerkelijk. Bijna een unicum Twente. Na 5 thuisnederlagen nog steeds in het linkerrijtje staan. En ook Dumic. Levert dat wat op voor Twente? Nou, hij komt op het hoofd van Piri. Maar daar rekende hij niet helemaal meer op. Meer een kaats en een kopbal. Noem maar aan. Piri helpt mee. Menig. Menig met Van Bergen bij zich. Nassi. Geen Brama, geen Oosterwolde en uiteraard geen Tjerny. Anders had Nassing hier nooit gespeeld. Nassing die hem hier trouwens wel goed op het hoofd legt hoor, van Danilo. Die dan kijkt naar Manschot, van krijg ik hier niet een duurtje. Zo'n vragend gezicht heeft hij. Is dat dan ook zo? Dit is gewoon een goede actie van Nassing. Veerman. Maar in de dekking had hij Piri. Hier is Menig. Quincy Menig. Bereikt het Danilo niet. Hey boy. En Nassing. Dus gleed die Kaip net weg. Het is weer een goede voorzet hoor van Nassing. Zijn tweede goede voorzet waar een man als in dit geval Bos en de vorige keer Danilo toch wat meer mee mag doen. Menig. 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 Ja, loopt ze toch wel vrij simpel vast hoor op Kongolo. Menig herstelt het wel. Seruki. Hier is Nassing. Nassing weer met links proberen. Nu in de handen van Mulder. Zijn aardige bewegingen. Maar het schot is toch ook weer niet goed genoeg. Van Berg. Danilo. Goed meegegeven. Aan een man die snel genoeg voor is. Danilo blijft daar wachten. En Menig besluit het zelf te doen. Want hier laat Twente toch in een kansrijke situatie het echt liggen. Dumic en Piri zijn de namen die het minst genoemd zijn tot nu toe. Domweg omdat Heerenveen daar niet in de buurt is geweest. Het ene momentje van Veerman na toen hij hens maakte. Menig. Mee komt Smal en die vangt hem precies op tijd op. Menig ook met een aardige schijnbeweging, maar dan weer dit.
Ja, Danilo is boos en hij is terecht boos. Want als je het dan zelf doet, doe het dan goed. Over en naast en hij maar niet aangespeeld. Gaat een aardige beweging aan vooraf. Hier waar Floranus intrapt en dan deze. En nu, Nassing die hem niet op de juiste wijze meeneemt. Waardoor Kaip daar nog uit de problemen kon komen. Dit is een goede bal op Van Bergen. Veerman is mee. Zit dan Heerenveen wat heel effectief gaat toeslaan via Veerman. Ja, maar dat schot wordt geblokt door Piri. Tot de laatste minuut van de eerste helft van de officiële speeltijd had moeten wachten dat Heerenveen gevaarlijk wordt. Maar het was ook wel gevaarlijk. Het was echt gevaarlijk. Veerman, dat is goed gedaan, goed gedraaid. En De Jong vrij aangespeeld. Nou, zo vrij heeft hij nog niet kunnen bewegen. Schiet dan uiteindelijk zelf. Maar schiet dan tegen Piri aan. Zien we, joh. Wat rest is de hoekschop. En die is verdrommel. Maar er is ook De Jong bij de eerste paal. Ik had erom lachen, zien we, joh. Het komt daar goed voor. Maar drommel voorkomt erger. Van Bergen. En Piri. Ja, de arm. Ja. We kennen het verhaal. Vele verhalen over verteld. Vele verhalen over beschreven. Maar er begint toch zo langzamerhand steeds meer consensus te komen. Dat je er niet altijd wat aan kunt doen. Heerenveen zit wat beter in de wedstrijd. Maar is aan de bal ook slordig. Smal. Danilo. Draai om, joh. Danilo heeft hem nu uiteindelijk goed afgegeven. Dan bal goed terug op Ilić. Dat zag er naar uit. Dat was toch in de inmiddels 61e minuut. De eerste goede kans voor Twente na rust. Piri haalde die bal en Danilo rost hem naar voren. En dan moet Floranus uitkijken. Kopt hem achterwaarts. En dat is goed gezien door Danilo. Die Menig alleen op de keeper afstuurt. Is dat raak? Dat is raak. Menig kan dit karweitje aan. Omdat Congolo de bal achterover koppelt. Zo in de voeten speelt bij Danilo. En Danilo geeft dan de assist. En dat is niet zijn eerste, hoor, van dit seizoen. Dat is zijn zesde. En het is de zevende treffer voor Quincy Menig. Wedstrijd opengebroken. Eindelijk weer het doelpunt van Twente. Piri raakt de bal hier niet lekker genoeg. En dan trapt Danilo hem naar voren. En doet Congolo dit, maar dan weet hij niet waar de bal is natuurlijk. Waar hij hem heen speelt. Dat weet Danilo wel. Nou, uiteindelijk komt iedereen bij Heerenveen met een schrik vrij. Ja, er valt wel wat voor te zeggen, want Narsing bemoeit zich ermee. Er staat buiten spel. En dus gaat de treffer niet door. Veerman. Veerman komt hij in schietpositie en dan wordt die bal ook nog van richting veranderd door Dumic. Dat is buitenspel ook geweest. Hey boy. Bos. Dat is goed gevoetbald met Menig nu vanaf de rechterkant. Danilo niet bereikt. Abbas. Abbas hard genoeg, maar tegen... In dit geval Drezevic aan. Danilo. En nu Ilić. Ja, als deze er ook niet in gaat, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Ilić valt toch niet al te grote afstand. Luka Ilić schiet hem wat wild over. Levert dit dan wat op? Abbas. Aangespeeld. Abbas. Nou. Ja, maar wat is dit dan? Is het een
schot of is het een poging tot een voorzet? Nog niet zo snel. Overtreding van Bos, zeker. Op de Jong. Veegt daar de Jong onderuit, maar is dat wel pech voor Heerenveen. Dat die vrije trap dan weer niet snel genomen mocht worden. Ja. Het spel was matig. Twente komt op 30. Heerenveen ook een puntje erbij. Het verschil tussen beiden blijft 4. Het meest memorabele moment uit de tweede helft is de treffer die geen treffer bleek te zijn van Twente. Maar ook daar zullen we toch niet al te lang bij stilstaan. Omdat het goed gezien is door de VAR. Ja, dat is misschien ook wel aardig om te laten zien. Maar ik bedoel, daar hoef je niet over te discussiëren. Het was sneu voor Twente. Dat eigenlijk ook wel de overwinning het meest verdiende van deze twee ploegen. Maar Nassim stond dat letterlijk in de weg. Bal snel door Danilo naar voren geplaatst en die snelheid verraste Nassim. Zette menig alleen voor de keeper, maar dat maakte niks uit. Die treffer ging dan uiteindelijk niet door. En dus, net als tegen Sparta, 0-0 voor Twente. En Heerenveen zal zeggen, tenminste dat neem ik zomaar aan. Als je zo matig speelt en je houdt er nog een punt aan over, dan moet je ook maar niet klagen.